Het Hof van Justitie is per vandaag een advocaat-generaal rijker in de persoon van Astrid Narsingh Niamat, die vanmorgen werd geïnstalleerd. Volgens Hofpresident Iwan Rasulbaks heeft Narsingh Niamat zich jaren geduldig en vol overgave verdienstelijk ingezet in haar voormalige functies, wat niet onopgemerkt voorbij is gegaan. Opmerkelijk is dat Narsingh Niamat na haar afstuderen heeft gediend vanuit de laagste functie binnen het Openbaar Ministerie tot hoofdofficier van justitie, meent de Hofpresident. Het getuigt ook van goede wil en intenties om met die kwaliteiten en deskundigheden de gemeenschap steeds beter te dienen met het vervolgingswerk. Het ding is willen en kunnen. Niet alleen willen en niet kunnen. Willen en kunnen. Het is een verantwoordelijkheid. De komende jaren zal u zich vol geven aan de nieuwe uitdagingen voor het OM, namelijk het verbeterprogramma, waaronder de gestructureerde aansturing van de justitiële politiezorg en ook de vervolging uiteraard, met de vastberaden aanpak van de georganiseerde criminaliteit en de verzelfstandigde bedrijfsvoering. Dat zijn de uitdagingen die er zijn om op te pakken, uit te zetten en verbeteringen steeds aan te brengen binnen de organisatie, met de menskracht die er is en die beschikbaar komt om dit werk allemaal te gaan doen. Volgens procureur-generaal Garcia Parag-Singh heeft Narsingh Niamat met vaardigheid en vastberadenheid opgetreden in haar functie. Dat zijn de kwaliteiten die nodig zijn in een advocaat-generaal, meent Parag-Singh. In een wereld waar soms de zwaarte van de zaken ons kan overweldigen, is haar vermogen om lichtheid te brengen en een glimlach op ons gezicht te toveren vandaag een zegen. Vandaag vieren we niet alleen de installatie van de nieuwe advocaat-generaal, maar ook de verrijking van het OMT. Dan staat het Openbaar Ministerie 26 vervolgens aan te laten. Onvoldoende om het vele OM-werk het hoofd te kunnen bieden. Narsingh Niamat gaf aan dat haar installatie tot advocaat-generaal een bekroning is en deelde mee wat er van haar verwacht kan worden. Het vervolgingswerk is veelomvattend. Het blijft uitdagend. Het brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee. Je moet rekening houden met verschillende belangen. In het nemen van beslissingen moet je bedachtzaam en onpartijdig zijn. Niet altijd wordt een besluitje in dank afgenomen. Het blijft voort een uitdaging om met kritiek te kunnen omgaan. Naast het vervolgingswerk is de uitvoering van het beleid binnen het Openbaar Ministerie eveneens een grote uitdaging. De procureur-generaal gaf ook aan dat er niet voldoende personeelsleden zijn om de lading te dekken bij het Openbaar Ministerie.